Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We staan vandaag bij de Intratuin en we gaan vandaag eens even kijken wat voor vuurwerk ze hier allemaal verkopen. We beginnen hier gewoon aan de linkerkant. We zagen al dat er redelijk wat is uitverkocht. Maar ja, jongens, dit zijn gewoon knalechte 2,60 euro. Ja, doen wij allemaal niet zoveel moeilijk over. Maar ze verkopen hier ook wensballonnen. En hier gaan we er sowieso wel even eentje van meenemen, want dit is wel hartstikke grappig. Ik heb ze al heel lang niet gehad. En eigenlijk elke keer, jongens, als ik zo'n ding afstart, dan mislukt ze bij ons. Dus we gaan het gewoon eventjes nog een poging geven. Oké, jongens, voor de rest hebben ze nog Morning Glories. Want dan zitten er in een verpakking, volgens mij 10 stuks. Er staat helaas geen prijs bij, dus ik weet niet hoe duur deze zijn. Maar daar hebben ze in ieder geval nog genoeg van op voorraad. Nou, jongens, dan gaan we hierdoor naar het feestpakket nummer 3. Tientje, maar wat krijg ik ervoor? Ja, trektouwtjes, knalerten, partypoppers. Oftewel, toen ik nog jong was, was dit het enige vuurwerk wat je het hele jaar door mocht afsteken. Vervolgens, en ze hebben nog een heel pallet vol met knalerten. 30 cent per pakje. Ja, weet je, nou met knalerten met auto's niet te gaan hangen, gaan gooien, ja. Mij niet gezien. Feestpakket 1 staat ook geen prijs bij. Maar dat is gewoon het kleinere broertje van feestpakket 3 natuurlijk. Vervolgens hebben ze hier de cracklingballs. Nemen we ook even één pakje van mee. Want waarschijnlijk, jongens, zijn dit gewoon de cracklingballen waar nog zo'n zakje in zit. Dus die gewoon nog openploppen in plaats van een plastic capsule. Dan is het 1,50 euro. Sterretjes verkopen ze ook. 5 pakjes voor een euro. Hoeveel zitten er eigenlijk in? Ik moet even op de achterkant kijken. 10 zitten er hierin. Dus dan heb je in totaal 50 sterretjes voor een euro. En dit gaan wij sowieso meenemen, jongens en meisjes. Fonteinenzak. 28 fonteintjes in een grote voordeelzak. Heel erg vergelijkbaar, denk ik, met de fonteinen die je bij de Aldi kon kopen. Deze zijn 10 euro en die bij Aldi waren 9 euro. Dus deze gaan we sowieso even meenemen. Voor de rest, bloembak. 100 stuks voor 6 euro. Het zijn wel hele kleine grondbloemen, moet ik zeggen. Dus ik denk dat ik hier ook even een pakje van mee ga nemen. Puur om te kijken of ze nou echt de onder van doen van de normale grondbloemen, van de normale groottes. Maar ja, op zich, 100 stuks voor 6 euro is redelijk aan de dure kant. Aangezien Big Bazaar nu de 72 verkoopt voor 2 euro. Vervolgens grabbelbak hebben ze ook. Deze is volgens mij 150 delig. Nee, 125 delig. Je hebt dus discoflitsers, dan heb je grondbloemen. En dit moeten dan de knetterballen voorstellen. Maar ja, dit zijn dus gewoon, ze lijken een beetje hetzelfde als de grondbloemen. Maar hier zal dan waarschijnlijk gewoon knetter uit komen. En als laatste verkopen ze hier de ballenbak, noemen ze het. 100 knetterballen voor 9 euro. Ook redelijk aan de prijzige kant. Maar ja, jongens, die fonteinenzak die ze hier verkopen, dat is op zich nog wel het geld waard. Zoals jullie weten zijn we laatst ook langs het tuinland gegaan. En daar verkochten ze echt zo'n groot pakket voor 20 euro. Dus dit is sowieso, ik kan nu al zeggen, jongens, dat dit echt meer waar is voor je geld. Maar ja, ik wou eerst die grondbloem even testen. Maar dan kan ik beter zo'n grabbelbak kopen. Want dan heb je ook gewoon de grondbloemen. En dan kan ik meteen even deze rode knetterballen testen. Dus deze nemen we sowieso mee, die fonteinenzak. Wensballon zit ik nog een beetje over te twijfelen. Aangezien we altijd afsteken naast de snelweg. Dus als we die gaan doen, dan moeten we die vanavond even gaan doen. Of op een windstille dag. Maar ja, wat we voor de rest allemaal gaan meenemen, jongens. Jullie zien het zo meteen. Want wij gaan even het mandje vol laaien. En dan rijden we naar de afsteeklocatie toe. Oké, jongens, wij zijn inmiddels op de stooklocatie aangekomen. We hebben geen wensballon meegenomen. Aangezien die dingen bij mij altijd mislukken. Ik zou echt niet weten waarom. Maar in ieder geval, de cracklingballs van de Intratuin. 1,50 euro voor 6 stuks. En waar we natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar zijn, is of hier die zakjes nog in zitten. Oh nee, dat denk ik niet. Nee, het zijn gewoon de capsules, dus 1,50 down the drain. Maar we gaan ze toch even voor jullie testen om te kijken hoe ze gaan. Dus komt-ie aan. Knetterballen, hè? En dan gaan we meteen door naar de grabbelbak, jongens. En hier zitten ook knetterballen in. Het zijn gewoon staafjes, dus waarschijnlijk zit er gewoon een beetje knetterkruid in. Of dit zijn ook gewoon grondbloemen. Het kan zo zijn dat ze ze hebben vervangen door grondbloemen. Dus we gaan eens even kijken. Ik denk persoonlijk dat het een grondbloem is. Tenminste, hoe die eruit ziet wel. Ja, ze hebben het gewoon vervangen door grondbloemen, want dat was de rode. En voor de rest hebben ze ook nog eens een keer de paarse. Deze moet dan precies hetzelfde zijn. Machtig, wat duren die dingen kort. Jongens, voor de mensen die categorie 2 grondbloemen hebben. Echt jongen, dat is gewoon niet te vergelijken met het categorie 1 spul. Want deze die gaan echt een stuk korter gewoon. Die zijn gewoon best wel krachtig, moet ik zeggen. Oh nee. Ja. Deze gaan nog gewoon krachtiger dan die grote van Big Bazaar, et cetera. Dus aangezien het formaat, jongens, zijn ze hartstikke klein. Maar ze zijn wel echt veel beter dan die van de Big Bazaar. Nou, je hebt natuurlijk ook nog gewoon de disco flitsers, die zitten erin.
Een paar van die grondbloemen erachteraan pleuren. Die andere is uit. Maar in ieder geval, kijk uit nou vergelijk met bijvoorbeeld het space pakket van de Action. Volgens mij heb ik hier iets van 5 euro voor betaald. En dan heb je best wel veel vuurwerk. Heel erg jammer dat die knetterballen er niet meer in zitten. Want ik had eigenlijk gehoopt dat deze rode gewoon nog een beetje krekkelkruid bevatten. Maar ja, op zich weet je, voor ons als echte pyro's, oftewel heksenkringen, et cetera, is dit gewoon veel te duur. Maar ik kan me voorstellen dat als jij als gezin met je kind of zo wat vuurwerk af wil steken, is het best wel leuk om mee te nemen. En dan gaan we nu naar het allerlaatste wat we hebben meegenomen bij de Intratuin, waar wij heel erg benieuwd naar zijn. De fonteinenzak. Er zitten 3 verschillende soorten fonteinen in. Dus ik ga eerst individueel eentje van testen. En vervolgens zet ik ze gewoon allemaal op een rij. Dan gaan we gewoon kijken hoe het werkt. Oké, jongens, beginnen we met de blauwe. Best wel grappig, of niet? Ja, gaan we gewoon nu de, nou ja, roze is het, hè? Sowieso beter dan die überhaupt van de Action en van de Tuinlamp, maar dat is ook niet zo moeilijk. Ik denk dat dit kleintje gaat knetteren. Dat is de groene trouwens. Hey, joh. Hey, voor kat 1 fonteinen zijn dit best wel leuke dingen hoor. Maar geen uit. Ja, zweertje, jongen, die knetter die komt echt nog wel tot 3 meter hoogte hoor. Dit is misschien hartstikke kort omdat je maar 7,5 gram of zo in een kat 1 fonteintje mag hebben. Dit zijn echt wel leuke dingetjes. Oh, daar gaat hij nog, joh. Dikke werk. Mag niet. Oké, jongens, de blauwe aan het uiteinde, 2 roze in het midden. Nou jongens, dat was hem dan, vuurwerk testen van de Intratuin. Ja, die knetterballen vind ik persoonlijk niet waard. Dat combipakketje is op zich wel leuk. Maar die fonteinen die blijven gewoon hartstikke goed. Oftewel, dezelfde kwaliteit een beetje als vorige van de Aldi. Dus ja, mocht je ze nog kunnen krijgen, echt wel lachen om een pakketje mee te nemen. Ik haal sowieso ook nog even een pakketje op, want het is altijd wel leuk dat als je ergens naartoe gaat om even wat van die dingen in je binnenzak te steken. Maar ja, vonden jullie dit nou een leuke video? Zorg dan dat je op ons abonneert en we zien jullie weer terug bij de volgende video.